een nieuwe video. Mijn naam is Zoe Jung en vandaag heb ik een leuke nieuwe video van mijn serietje. Tenminste, serietje. Ik heb pas eentje opstaan, maar ik wil er meer gaan opnemen. Van het goedkoopste van. Hierbij ga ik dus kijken op website van designermerken wat daarop het goedkoopste is. Dan ga ik het bestellen en dan gaan we het openmaken en kijken of het het geld waard is. Waarom ik dit doe? Ik vind het gewoon heel erg leuk. En ja, tegenwoordig draait alles een beetje om designer, heb ik het gevoel. En ja. Ja. Eigenlijk vind ik het gewoon leuk om te doen. Maar goed, we gaan beginnen. Vandaag heb ik het merk Chanel uitgekozen. Ik vind dat echt het mooiste merk dat er is. Ik denk dat een heleboel mensen het daarmee eens zijn. Maar goed, eerst ga ik even mijn kalm uitspullen. Dan gaan we beginnen. Ik heb hier mijn laptop staan. Dus als jullie denken, waarom kijk ik steeds naar beneden? Ik zit op mijn laptop te kijken. Ik zal hieronder laten zien wat ik op mijn laptop zie. En dan gaan we nu gewoon de hele website af. Ik moet erbij zeggen, ik ga wel de website van Nederland gebruiken. Elke website heeft natuurlijk weer andere producten. Maar ja, ik moet natuurlijk gewoon in Nederland gaan bestellen. Dus ik gebruik deze website. Als jullie weten dat er misschien iets anders goedkoops is op een andere website, laat me even weten, want dat vind ik wel echt heel erg leuk. En dan gaan we nu beginnen. Nou ja, dit is de voorpagina van, of nou ja, de hoofdpagina van Chanel. En ja, het is wel mooi, gewoon overzichtelijk. En dan staat er helemaal onderaan, staat er haute couture, mode, juwelen, horloges, international, bla 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 bla. Nou, ik weet dat Chanel een mascara heeft van ongeveer 38 euro, dus ik denk dat Tablet make-up of wat staat er hier, huisverzorging, ik denk dat Tablet wel sowieso iets goedkoops heeft, maar ik vind het natuurlijk ook wel heel even leuk om te kijken bij bijvoorbeeld mode. Bij haute couture gaan we niet kijken, want dat is sowieso super duur. Oké, de website is niet beschikbaar in het Nederlands. Nou, laten we kijken bij de collectie Cruise van 2019-2020. Een mooie blazer. Een roze mooie blazer. Maar staan er ook ergens prijzen? Nee, dit zijn allemaal looks. See the jackets. Ik ben benieuwd. Ik denk niet dat je namelijk dit kan kopen op de site. Ik heb het gevoel dat je dit echt in een winkel moet kopen. Wel echt super mooi. Vooral dit witte pakje. Zo chic. Maar ja, als het iets van 10.000 euro is, dan koop ik liever een auto. Oké, hier staan geen prijzen, dus ik ga terug. Nou, dat ging al goed, hè? Moet je products misschien? Products. Oh, kijk. Bags, ready to wear, accessories, eyewear. Oké, laten we kijken bij jackets. Maar daar zaten we net al. Waarom zijn er geen prijzen? Oké. Dan gaan we kijken bij de tassen. Een classic handbag. Ik wil zo graag een Chanel tas in mijn leven. Maar alleen als ik echt genoeg geld heb. En dat heb ik op het moment helaas niet. Dus dat zal nog even moeten wachten. Oké, ik heb hier de Iconic Chain in gold en silver tone metal interlaced with leather. Maar ik kan er dus niet op klikken. Ofwel, jawel. Oké, er staat hier een prijs, eindelijk. De Classic Handbag in de kleur navy blue en black is 4620 Engelse pond. Het staat niet in euro's. Ik denk omdat we niet in Nederlands, dit bedoel ik, hier gaan we al, de Nederlandse website kunnen we dus niet bestellen. Maar goed, 4620, nou, mooie prijs, hè? Valt best mee. Oké, we gaan door naar een ander product. Scarves. We gaan naar sjaaltjes kijken. Die zijn denk ik best wel duur, want ik denk... Oh! Square scarf. Silk twill. 400 pond. Hey. We komen in de buurt, jongens. We komen in de buurt. Maar wat ik dus... Nog goedkoper. Slim bandeau, 165 pond. Maar wat ik dus niet begrijp, waarom is dit allemaal in het Engels en heb je dit niet gewoon in de Nederlandse website? We gaan even terug. Oké, nu zijn we weer op de Nederlandse website. Alleen, ik denk dus niet dat je dit
in Nederland kan bestellen of zo. Ik snap het niet. Maar ik ben gewoon heel erg amateur in dit. Maar als ik nou klik op parfums, krijg ik dan wel een Nederlandse site? Dan krijg ik wel een Nederlandse site. Nou, wat aardig. Oké, Chanel nummer 5. Hoe duur is die? 73 euro. Nou. Oh, hier nog een andere. Mini parfum. Eau de parfum, mini twist en spray. 69 euro. Exclusief product staat er nog bij. Nou. Zeep voor 28 euro. Chanel nummer 5 zeep. Oh my god. Ruikt wel lekker. Is wel echt een mooie zeep. Eigenlijk moet je dit gewoon in je badkamer leggen. Gewoon puur voor de sier. Ga naar make-up. En dan ga ik naar... Even kijken. Wat zou het goedkoopst zijn? Vaak is foundation is wat duurder. Poeder is wat duurder. Highlighter weet ik niet echt. Ik ga kijken bij mascara. Dat is denk ik nog wel een beetje goedkoper. Misschien een eyelinertje of zo. Mascara 35. Oké, de zeep is goedkoper. Wel leuk zo'n mascara. Mooie mascara's hoor. Mijn moeder had er altijd één en die pikte ik dan. Dat was echt heel mooi. Oké, maar eyeliner is denk ik wel goedkoper. 33. 26. 26 euro jongens. Stylo Jeu Waterproof oogcontourpotlood voor een langhoudend resultaat. In allerlei kleuren en 26 euro. Het goedkoopste tot nu toe. Oh, nog één. 24 euro. Nog goedkoper. Le Crayon Jeu. Precisie oogpotlood. Oké, ik werd even afgeleid. Een precisie oogpotlood in heel veel kleurtjes. 24 euro. Nou, ook mooi prijs, hè. Dat is tot nu toe het goedkoopst. Best wel duur eigenlijk voor een oogpotlood. Niemand gebruikt oogpotlood. Niet meer. Hoewel. Ik weet niet. Ik in ieder geval niet. Maar even lippotloden, want die zijn denk ik al goedkoper. 25 euro. Maar het oogpotlood was 24. Misschien nagelbak. Nagelbak. Dat kan nog wel eens meevallen. 26 euro. Oké. Ook nog steeds duurder. Oké. Ik ga eventjes make-up skippen. En door naar de huidverzorging. Want misschien zit daar nog wel wat bij. Oh, dit is denk ik eigenlijk wat duur. Oog- en lipverzorging. Even kijken. Nee, dit is wel duur. Dat ze zoveel huidverzorgingsproducten hebben. Sublimage La Crème Jeu. Ultiem herstel van de oogcontour. 160 euro voor zo'n klein kutpotje. Nou, sorry hoor. Wie gelooft daar nou in? Hydra Beauty Nutrition voedende lipbalsem. 36 euro. Valt mee. Valt mee, jongens. Is goedkoper dan 160, hè? Nevels. Wat zijn dat? Zijn dat letterlijk spreetjes? Ja. Sublimage La Brume. Intens revitaliserende nevel. Wie weet wat dat betekent. Het is niet zo dat als ik dit zie staan in de winkel, dat ik denk, die neem ik mee. Nee. En nou helemaal niet voor 232 euro. 62 euro voor een all-over spray. Maar wat ik dan niet snap, wat zit er dan in zo'n spray? 150 ml, 62 euro. De beschrijving. Een parfumerende spray voor het lichaam en het haar. Een frisse, ultra-groene nevel. Wie trapt daarin? Maar het goedkoopste is wat, dus nu, wat we nu hebben, is het oogpotlood. Maar ik wil nog even terug naar... Want we hebben nu geklikt op make-up en zo. Maar ik wil gewoon even weer terug naar... Chanel.nl. Want wat hebben we dan daar nog? Juwelen? Nee, dat is duur. Parfum. Wat is maquillage? Weet iemand dat? Ik ben niet zo chic. Oh, dat is make-up. Ja, tuurlijk. Eikel. Oké, ik ga toch nog eventjes verder kijken in de huidverzorging. Want ik zie nog crèmes, serums, lotions... Reiniging en make-up remover. Hebben we daar nou al gekeken? Ik weet het niet meer eigenlijk.
38 euro. Zo, hier is een zeep voor 95 euro. Wow! Le coton. Extra zachte wattenschijfjes. Exclusief product. 24 euro. What the fuck? Doekjes, wattenschijfjes. Van Chanel, 100 stuks. Exclusief 24 euro. Wie bedenkt dit? Met Chanel logo's erop. Oh, what the fuck? Het staat gelijk aan die oogpotlood, maar dit vind ik wel echt next level. Mini wattenschijfjes, 100 stuks, 24 euro. Maar ik denk dat je het dan wel heel erg mooi verpakt krijgt. Even de beschrijving lezen. De bijzonder zachte wattenschijfjes zijn verpakt in een uniek doosje met Chanel logo. Ik hoop echt dat dit het goedkoopste is, want dit wil ik echt bestellen. Nou, dit vind ik echt heel leuk. Oké. Nou, dit moet het goedkoopste zijn. Ik ga nog even verder zoeken, maar ik denk dus echt dat dit gewoon het goedkoopste is. 24 euro, even duur dus als de oogpotlood. Wil je een oogpotlood of wil je een doos met tissues? Nou, ik ga dus echt voor die doos met tissues, want ik gebruik geen oogpotlood. En dit is wel heel chic om in je kamer te hebben staan. Ik ga hem in mijn winkelmatje zetten. Hapsakee. 24 euro. Voor 24 euro kan je iets bestellen bij Chanel, jongens. Ik ga nog eventjes in mijn eentje wat research doen of er nog iets goedkoper is. Be right back. Oké, jongens. Dit was mijn zoektocht naar Chanel. Goedkoopste product op de website van Nederland. En we hebben het gevonden. Het zijn tissues. Of nou ja, tissues. Wattenschijfjes. Ik noem het even tissues, maar het zijn wattenschijfjes. Ja, en ik heb ze besteld. En ze komen binnen. En ik ga ze aan jullie laten zien. Maar voor nu moet ik nog even wachten. Of tenminste moet ik nog even wachten. Jullie zien het waarschijnlijk gewoon over 10 seconden. Dus ja. Tot straks. Lieve mensen. Het Chanel pakket is eindelijk binnen. En het heeft echt super lang geduurd. Ik ga eerst even vertellen wat er allemaal is gebeurd. Ik had dit pakketje op vrijdag 4 juni. Of niet een vrijdag. Ik weet niet of het een vrijdag was. Maar op 4 juni had ik het besteld. Het zou worden verstuurd met DHL volgens mij. Ja, DHL. En ik kreeg een mailtje van DHL. Nou, het wordt dan en dan verstuurd. En toen kreeg ik opeens een mailtje van bestelling wordt teruggestuurd naar verzender. Maar Chanel had niks laten weten. Geen mailtje, echt niks. Dus ik dacht, oké, raar. Toen kreeg ik opeens, heel random, ik had er niet meer echt aan gedacht, eigenlijk super stom. Maar toen kreeg ik opeens afgelopen vrijdag, toen pas kreeg ik een mailtje van Chanel en er stond in terugbetaling van uw bestelling. Nou, bleek dus dat ik mijn adres niet goed had ingevoerd. Ik had mijn huisnummer niet ingevoerd en het was dus huisnummer 0, want dat bestaat niet. Nou, dus ik het opnieuw besteld. Dus vrijdag gelijk opnieuw besteld, want ik had toen mijn terugbetaling teruggekregen. Dus ik dacht, nou, ik bestel het gelijk opnieuw. En dan hadden ze het maandag verzonden. En ik had het dinsdag binnen, dinsdagavond. Dus nou, nu heb ik het eindelijk. Dus laten we het gaan openmaken. Verdomme. Zo. Het gaat niet werken. Ja. Nou, dit is de doos. Zoals je ziet heb ik hem al stiekem opengemaakt. En dan als je die openmaakt, zo, wat ben ik aan het doen? Ik ben er niet zo goed in, zien jullie dat? Tada! Dit is de doos! Chanel! Oké. Het ging niet heel soepel jongens, sorry. Maar dit is dus uiteindelijk de doos. En deze heb ik nog niet opengemaakt. Dus ik ben heel benieuwd wat erin zit. Ik leg dit even op de grond. Er zit hier nog een envelop van Chanel. Nou, hoe chic. Die gaan we straks ook even openmaken. Zo. Ja, eerst nog wel even een envelop. Dat doe je ook bij cadeautjes natuurlijk. Daar zit denk ik gewoon je verzendbewijs en zo in. Ja. Met de beste groeten van Chanel. En hier zit gewoon het voor de retours in en de leveringsbon en
als ik hem terug wil sturen. De tissues. Of de wattenschijfjes. Oké. Okay, let's do this very slowly. Ja. God. What the fuck? Het is zo'n klein doosje. Hier zitten de tissues in. Maar waarom krijg ik dan zo'n groot mooie doos? Wat is dit? Oh, dit zijn mijn testers. Die heb ik er gratis bij gekregen. Je mag gratis 2 testers uitkiezen. Dit is de Sublimage Le Teint. De crème. Dan is dit de crème, jongens. Of de foundation is het. Laten we het even proberen. Nou. Hartstikke mooi. Hartstikke mooi. Dan heb ik deze gekregen. En dit is de Lift Crème. Le Lift Crème. En wat hierin zit, geen idee eigenlijk. Oh, lekker. Dit ruikt lekker. Het is ook heel zacht. Nu het echte product, deze doos met de tissues. Nou, ze weten het wel goed te verpakken, zeg. Godzidori. Ja, nou daar komt hij. Jezus. Nog steeds zien we het niet. Oké, nu komt hij echt. 1, 2. Oh mijn god. Het is echt heel zacht. Het is echt heel fijntjes. Het is echt lekkere stof ook gewoon. Ik dacht echt gewoon letterlijk wattenschijfjes van die papieren dingen. Weet je wel, die soort wc-papierachtig. Maar dit is gewoon echt heel zacht. Dit doosje is dus €24, maar je krijgt wel echt een super mooie verpakking. Je krijgt een mini foundation erbij als je wil. Je krijgt een mini crème erbij, waar nog best wel veel in zit. En ja, de verzending, oké, de verzending was niet helemaal top doordat er gewoon foutjes werden gemaakt. Maar de verzending als in hoe het verpakt is, is echt perfect gewoon. Ja, ik ben erg onder de indruk eigenlijk. Maar dit is dus het goedkoopste op de website van Chanel. De Nederlandse versie. We konden natuurlijk ook nog volgens mij, wat was het ook weer? De eyeliner was volgens mij ook €24. Maar dit vind ik dan wel leuker, want een eyeliner krijg je denk ik niet in zo'n grote mooie doos. Vandaar dat ik deze ook had gekozen. Ja, vind ik het het waard? Nee, absoluut niet. Oké, nou, de volgende aflevering, of hoe we het ook noemen, gaat zijn over de website van Gucci. Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar en heb ik heel veel zin in om te doen. Ja, vonden jullie het leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. En als jullie op de hoogte willen blijven van de volgende aflevering of zo, of van mijn vlogs, doe dan even abonneren. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!